tegen de haters zeg ik, wij zijn hier, we zijn onszelf en zeker tijdens Pride vieren we dat. Mijn naam is Sjoerd Warmerdam en ik mag mij namens D66 in de Kamer inzetten voor LHBTI-gelijkheid. Als oud en proud homoman draag je eigenlijk altijd bij aan LHBTI-emancipatie, want door zichtbaar jezelf te zijn ben je de norm aan het bevragen en loop je soms ook best wel risico op haat en geweld. Mijn mooiste Pride-momentenervaring was een aantal jaar geleden. Toen kwamen er allemaal internationale activisten naar Amsterdam en we stonden met z'n allen op die boot. En we gingen die brug onderdoor en toen kwamen we eruit en dan staan er duizenden mensen je toe te juichen. En ik zag die ervaring door de ogen van al die internationale activisten die nu niet bespuugd werden, maar toegejuicht. Nou, toen hield ik het ook niet droog. Ik kan mij geen wereld voorstellen waarin de Pride-maand overbodig is, want emancipatie vraagt altijd onderhoud. We moeten juist alert blijven. Dus ik hoop dat we Pride Maand voor altijd zullen behouden.